Dichter bij de 80-jarige oorlog kom je waarschijnlijk niet. De kogelgaten in de muur van het museum Prinsenhof zijn de stille getuigen. Maar volgens directeur Chanel Moerman vormt het hele gebouw het decor van de ontstaansgeschiedenis van Nederland. De Waalse kerk was zijn hofkapel en een plek waar hij heel graag kwam en waar in elk geval één van zijn kinderen ook gedoopt is. En overigens is de Waalse kerk ook de plek, de hofkapel, waar hij te horen kreeg dat het ontzet van Leiden een succes was. De tentoonstelling richt zich dus vooral op de Delftse periode van Willem van Oranje. We beginnen daarom ook in 1572, op het moment dat Willem van Oranje op de vlucht is en hier in het klooster van de stad eigenlijk het klooster ter beschikking krijgt, van hier mag hij wonen, en, ja, want Delft is een ommuurde stad, dus hier is het veilig. Zo schrijft hij in Delft zijn beroemde apologie. Dat is zijn verweerschrift tegen Philips II. We zitten natuurlijk midden in de opstandtijd, in 1580 was dat. En hij heeft dat hier geschreven. Voor gastconservator Hester Schulfink zijn het gebouw en de vader des vaderlands twee dankbare cadeautjes. Een dramatischere verhaallijn van deze man met een heel veel bewogen leven en natuurlijk een heel dramatisch eind, ja, kan je je niet voorstellen. Maar het gebouw ook, want het gebouw is natuurlijk veel ouder. En het was een katholiek klooster. En aan de hand van dat katholieke klooster kan je heel mooi inzoomen op de kleine geschiedenis van die opstand, waarin we van katholiek naar protestants gaan. Maar behalve die geschiedenis heeft het museum Prinsenhof dus ook oog voor het persoonlijke. Dit is de slaap- en werkruimte van Willem van Oranje, met uitzicht op de Oude Jan. En Willem van Oranje zat heel graag met zijn ramen open. Uitzicht, in contact zijn met de stad en geef hem daar eens ongelijk in. Dat daar een abrupt einde aan komt in 1584, kan hij dan nog niet bevroeden.